Misschien heb je hem al voorbij zien komen, de buskiwi. De Nijmegenaar rijdt door de stad als buschauffeur, maar is vooral bekend van zijn TikTok-video's. In deze populaire video's deelt hij tips voor busreizigers. Hey, goedemorgen allemaal. Ik dacht, misschien is het leuk om jullie te laten zien wat wij zien als jullie binnenkomen. Nee, het is geen kiwi die rondrijdt. Het is gewoon een buschauffeur die in Nieuw-Zeeland geboren is. De buskiwi groeit steeds meer uit tot een begrip in Nijmegen. In zijn TikTok-video's geeft hij tips voor busreizigers. Met honderdduizenden views is Brandon inmiddels een bekend gezicht achter het stuur. Ze worden goed bekeken. Ik heb één filmpje gemaakt dat heet Brutaal. Dat is met zo'n bezem. En die zit al op 580.000 keer bekeken. En dat is echt wel veel voor een beginnende TikToker, zou ik maar zeggen. Ik pak je vast, ik vlieg de hele vloer hier met je aan. Ja, echt waar. Wat? Nou, eigenlijk was het gewoon het begin voor de grap. Ik had een foto op TikTok gezet samen met iemand van Married at First Sight uit Nijmegen. En toen zag ik in één keer van hé, dat is 8000 keer bekeken. Dacht ik, wow, misschien is het leuk om filmpjes te maken en dan over de bus. En toen moest ik dus natuurlijk een naam verzinnen. En ja, bus en dan kiwi. Ik ben geboren in Nieuw-Zeeland. Dus dacht ik, bus kiwi. Nou, ga ik onder die naam filmpjes maken. Dat leek me wel leuk. En met succes, want hij wordt inmiddels al herkend in de bus. En onder elke video krijgt de buschauffeur hele leuke reacties. Nou, eigenlijk best wel, eigenlijk begin alleen maar positief. Dus echt heel veel positieve reacties. Dat het fijn is dat ze informatie krijgen. En ja, op een gegeven moment zijn die filmpjes overgegaan in wat grappige filmpjes. En ja, dan krijg ik daar echt heel veel reacties op. Dat mensen er echt, echt schrik mee hebben. Ja. Echt naar vooruit kijken als ik weer een nieuw filmpje erop zet. In de video's komen ook de frustraties van een buschauffeur aan bod. Vooral het in- en uitchecken gaat nog wel eens mis bij de busreizigers. Er zijn vaak dingen, als mensen daar rekening mee houden, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Als je bijvoorbeeld instapt en je checkt in en je stopt je kaart onder in de tas of ergens in een jas en je moet over 5 minuten er weer uit. Je moet dan bij de achterdeur nog je kaart zoeken. Ja. Daar heb ik weer een filmpje gemaakt van, goh, op die korte stukjes hou die kaart gewoon in de hand. Kun je makkelijker uitchecken. Want sommige mensen staan echt gewoon 3 minuten in de tas te graaien en in de jas van waar is mijn kaart. Ja, dan bij de volgende halte staat iemand op zijn horloge te kijken dat je 3 minuten te laat bent. Ja, snap je? Nog even een snelle tip van de buskiwi. Wij maken heel veel mee dat jongelui met muziek op het hoofd uitchecken, maar niet horen dat er niet goed is uitgecheckt. En dan lopen ze de bus uit. Dat is echt gewoon zonde. Kijk, als je een studentenkaart hebt, zal er misschien best wel loslopen. Maar als je ervoor moet betalen, kost je dat toch al 4 euro. Iedere keer als je vergeet uit te checken. Zonder van het geld.